Nu is het natuurlijk allemaal vies, wat is heel jammer, maar dat is nog te herstellen. En er is gelukkig niks echt vernietigd van onze collectie. En dus is een gespecialiseerd bedrijf druk bezig om de bibliotheek weer spik en span te krijgen. De schilder zorgt weer voor een wit plafond en 10.000 boeken worden één voor één schoongemaakt. Een klus die 3 dagen duurt. Er is vooral veel roet op neergeslagen en dat zit vooral aan de buitenkant van de boeken, dus op de kaften. En daar heeft dat bedrijf speciale sponsen voor waarmee zij alles weer schoon kunnen poetsen. De boeken ruiken weer naar echte muffe bibliotheekboeken. De boekenrekken krijgen nog een stopbeurt. En ik denk dat er nog even een keer goed gestofzuigd wordt. En dan is het klaar voor maandag om weer open te gaan. En de mensen die deze week een boek moesten inleveren, die hebben boete? Nou ja, die zullen wel op hun saldo een boete krijgen. Maar daar zullen we heel coulant mee omgaan. Want ja, overmacht, daar kan niemand wat aan doen.